derde filmpje gaat over de WMBO kaderbasisexamen voor NASC 1 van 2022 eerste tijdvak. We zitten bij hoverboard. Pluk heeft een hoverboard. De hoverboard heeft twee elektromotoren en een accu. Je ziet die hoverboard. De accu van de hoverboard wordt opgeladen met een adapter. De transformator in de adapter zit een netspanning van 230 volt om. Dat is de primaire spanning. In een spanning van 36 volt, dat is de secundaire spanning. De primaire spoel van de transformator heeft 690 winden. Nou, dan weet je het altijd, moet je natuurlijk het aantal winding van de secundaire spoel uit gaan rekenen. Nou, dat is net zo'n weekje staat het. Nou, dan moet je ook juist de formule weten. Die vind je minus 12,8. Dat is de formule die hoort bij de transformator. Kijken of die ook zo heet. Ja, transformator. NP, dat is het aantal winding van de primaire spoel. Die is 690. Gedeeld door het aantal winding van de secundaire spoel. Die moet je juist uitrekenen. Is gelijk aan de spanning van de primaire spoel, die is 230 volt, gedeeld door de spanning van de secundaire spoel, en die was 36 volt. Hier ingevuld zie je dat. 690 gedeeld door het aantal winding van de secundaire spoel is 230 gedeeld door 36. Nou, even kruisingsvermenigvuldigen, oude truc. Dat betekent dus dat wat hier boven de deelstip staat, vermenigvuldigen wat aan de andere kant onder de deelstip staat. Dus krijg je 230 maal N, S, dat is 230 maal het aantal winding van de secundaire spoel, is dan gelijk aan wat er hier boven de deeltjes plaats vermenigvuldigt, dat het aan de andere kant onder de deeltjes plaats, 690 maal 36. En dan krijg je dus 230 maal het aantal winning van de secundaire spoel, is gelijk aan 690 maal 36. En ik wil het aantal winning van de secundaire spoel weten, is dan 690 maal 36, gedeeld door die 230 units. Die hier staat, dat zie je wel. En dan is dat in je rekenmachine instapt, dan komt het uit 108 winningen. En dat vind je hier ook als antwoord. In een adapter zitten ook elektronische onderdelen die de stroom maar in één richting doorlaten. Welke elektronische component laat de stroom maar in één richting door? Nou, moet je eigenlijk gewoon weten, dat is een diode. En als ik die ga opzoeken, dan vindt hij dat dus A. Een LDR is een lichtgevoelige weerstand. Een NTC is een temperatuurgevoelige weerstand. En een relay is een schakelaar. Een bijzonder soort schakelaar. 22. In het hoverboard zit een accu met een capaciteit van 4000 mAh. De RUC kan het hoverboard 1,4 uur gebruiken totdat de accu leeg is. Dat betekent dan de gemiddelde stroomsterkte. Dat zal dus in milliampère zijn, want het is milliampère uur en dit is uur. Dus de stroomsterkte is dan in milliampère. Juist de formule opzoeken, die vind je bij 10,3. Dat is formule voor de capaciteit. Capaciteit is stroomsterkte maal tijd. Capaciteit is 4000 milliampère uur. Stroomsterkte moet je juist uitrekenen. Tijd is 1,4 uur. Allebei ingevuld, 4000 is dus I maal 1,4 en die I zal dus in milliampère zijn. Nou, de stroomsterkte I is dus 4000 gedeeld door 1,4, is 2857 milliampère. En zo vind je het juiste antwoord, kun je ook afronden naar 2,9 ampère. En wat van milliampère naar gewoon ampère is, deel de 1000, dus dan krijg je 2,857 en dan mag je afronden naar 2,9. Dan gaan we naar de volgende. Accu ontladen. Een automotor wordt gestart met een startmotor. De startmotor is een elektromotor die zijn energie krijgt van de accu. Hier zie ik de accu, hier zie ik de startmotor met zijn relais, dus een schakelaar, en hier heb je de dynamo. Hier heb je een contactslot. Oké. 23. Als de sleutel in de contactslot wordt omgedraaid, schakelt de startmotor in. Je ziet hier een vereenvoudigde schakelschema. Ik zie hier de accu, ik zie hier het relais, ik zie hier de startmotor, ik zie hier het contactslot. Als het contactslot in wordt geschakeld, dan gaat er dus stroom lopen vanuit de accu door het relais heen. Die zetten we, ja, en ook door die gaat dus zo terug en de rest van de stroom gaat zo. Dus je krijgt hier dus een parallele schakeling. Hè. Je gaat de stroom weg en hier splits de stroom. Deel gaat door het contactslot en deel gaat door de startmotor. Dus een parallele schakeling. De weerstand van de startmotor is veel kleiner dan de weerstand van de spoel van het relais. Op de uitkoplaag staan drie zinnen over deze schakelingen. Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid. Oké, hier staan die. Nog een keer uit de bijlagen. Als de sleutel in de contactslot wordt omgedraaid, schakelt het relais de startmotor in. De spanning op de startmotor is dan gelijk aan die van het relais, want ze zitten in een parallelschakeling. Het relais zit in de ene tak en de startmotor zit in de andere tak. Zie je, nog een keertje, hier ga ik weg. Dit is de ene tak, daar zit de contactmotor in en het relais en in de andere contact zit de startmotor. Oké, dan de volgende zin. De stroomsterkte door de startmotor is kleiner gelijk aan of groter dan door het relais. Die zal groter zijn. En hier staat namelijk dat de weerstand van
startmotor veel kleiner is die van een spoel van toilet. Dus als je hier de stroom moet kiezen waar haak heen zal, die de meeste stroom zal de minste weerstand kiezen. Dus de startmotor is de meeste stroom zal door de startmotor zijn en een klein beetje stroom zal door het relais en het contactmotor gaan. Maar de meeste stroom gaat dus door de startmotor omdat daar de minste weerstand is. Zo werkt dat in een parallelschakeling. Ja, dus gelijk aan en groter dan, en dat is op zich wat hier staat. Oké, gaan we naar 24. De startmotor heeft een vermogen van 600 watt. Als je de sleutel in de contactstand uitloopt door gedurende 1,5 seconde stroom door de startmotor, bereken dan de energie die de startmotor in die tijd heeft omgezet. Dat zal in joule zijn. Nou, je moet de juiste formule kiezen. Minus 10,4 is de formule van het vermogen. P, vermogen, is E, energie, gedeeld door T, tijd. Invullen, P is 600 watt. E moet je juist uitrekenen, tijd is 1,5 seconden. Zal je de eenheid watt is hetzelfde als joule per seconde. 1,5 seconde, dus E zal in joule zijn. Nou, E is dan 600 maal 1,5, is 900 joule. Dat komt weer de 9 gedeeld door 1,5 inderdaad 600. En dat is precies wat er hier staat. Tijdens het rijden draait de dynamo de accu op. Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de energieomzetting tijdens het omladen. Maak elke zin compleet. Hier staan die beneden. De dynamo levert elektrische energie aan de accu. De dynamo die krijgt zelf bewegingsenergie aangeleverd, maar maakt elektrische energie en die stuurt die weer naar de accu. En in de accu wordt die elektrische energie opgeslagen in de vorm van chemische energie. En dat staat hier ook. Ja, dus een dynamo zet bewegingsenergie op in elektrische energie en een accu die slaat elektrische energie op in de vorm van chemische energie. En kan die eventueel weer afgeven later. Weer in de vorm van elektrische energie, maar dat wordt hier niet gedaan. Je ziet een vereenvoudigd schakelschema van het opladen van accu. In de schema zijn enkele elektronica onderdelen genummerd. 26 noteren in de wereld uitgebracht het juiste nummer achter elk elektronica onderdeel. Zijn de accu, de condensator en de dynamo. Eigenlijk moet je die symbolen wel kennen, maar als je ze niet kent, dan kun je ze altijd opzoeken in tabel BINAS 14, basis BINAS apparaat. En dan vind je, hier zie ik een cirkel met een G erin, dat is dus een generator, oftewel een dynamo, dat is hetzelfde. Dat is, dus nummer 1 is de dynamo, dat zie je hier ook. 2 kun je opzoeken, dat is een spanningsbron. In dit geval is de accu de spanningsbron natuurlijk, en als je 2 van dit soort streepjes ziet die dezelfde lengte hebben, dan is dat een condensator. Al die 3 vind je in tabel 14 als je ze niet kent. Dus accu is, generator is 1, oftewel dynamo, 2 is de accu en 3 is de condensator. 27, op de uitwerkbijlage staan enkele elektronische onderdelen en een functie in de schakeling. Dat zijn weer diezelfde, accu, dynamo en condensator. Trek op het uitleggen een lijn vanuit elk onderdeel naar de bijbehorende functie. Nou, accu, dynamo en condensator. Functies zijn snel opslaan van elektrische energie, langdurig opslaan van elektrische energie en opwekken van elektrische energie. Nou, het opwekken van de elektrische energie gebeurt natuurlijk door de generator, oftewel door de dynamo. Je ziet daar zit er ook een lijntje tussen. Als je die energie lang wil opslaan, dan doe je dat in een accu. En als je die energie heel snel wil opslaan, dan doe je dat in een condensator. Dat zijn weetjes. Goed, in het laatste filmpje gaan we verder met verhuizen.